Ik ben Frans Vermeulen en ik woon aan de Adriaan Klaassenstraat in Breda. En ik woon hier al een 18 jaar. Ik woon hier alleen. Ik schrijf software voor het beheer van de openbare ruimte. Ik geef nog les ook. En in het weekend, zoals je gezien hebt, dan zit ik in mijn tuin bezig. Dat is ontspanning. Met het levende wezens bezig zijn, zal ik maar zeggen. Want ook een plant is een levend wezen natuurlijk. Dingen die eetbaar zijn in de tuin te zetten. En dan eet ik er niet van. Ik vind het gewoon leuk om het in de tuin te hebben. En om er af en toe eens een blaadje van af te snoepen. En that's it. Daar staan knolletjes. Dat is ook zo'n oude groente uit de 19e eeuw die al lang niet meer gegeten wordt. Nou, hier had ik al verteld, de rucola. Het liefst maak ik me over zo min mogelijk dingen druk. Maar wat ik heel belangrijk vind, is mensen om me heen. Mensen om me heen moeten gelukkig zijn. Dan krijg ik dat zelf ook terug. Ik hoop dat de partijen die gaan regeren, ik hoop dat die effectief bezig zijn, dat er minder wordt gezeverd over van alles en nog wat. Nu zijn ze alweer weken bezig over de einde leven discussie. Dan zitten ze weken erover te zeveren van het is het belangrijkste wat er is. We komen daar al honderden jaren niet uit van wat daar nou eigenlijk de goede oplossing voor is. Dus waarom moet dat nu ineens tot het belangrijkste issue van deze tijd gebombardeerd worden? Hè? Maak een regel, hou je eraan en evalueer de regel. Ik weet nog niet precies wat ik ga stemmen, maar ik denk er op dit moment heel hard over om ergens iemand in de onderste regionen van de VVD te gaan stemmen. In de onderste regionen omdat ik het lang niet met alle ideeën van de partij eens ben, maar het is op dit moment in mijn optiek de minst slechte keuze.